Leuk dat je kijkt. Het is vrijdag, dus dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe video. En vandaag wil ik jullie een kapsel laten zien die ik al heel veel op internet ben tegengekomen. Ze noemen hem in Amerikaanse termen een false braid. Het is dus een soort lookalike van een vlecht, maar het is geen vlecht. Hij is heel erg makkelijk. Het kost alleen misschien net even wat meer tijd. Maar ik ga jullie laten zien hoe je dit kunt maken. Ik ga nu beginnen met de eerste pluk en ik wil het haar naar achter uit mijn gezicht, maar ik vind het wel leuk als hij een beetje asymmetrisch loopt. Dus ik ga beginnen met een plukje op te nemen hier. En even kijken hoor, ik voel even goed dat ik al het haar hier ook even meepak. Ik vind het wel leuk om hem vrij hoog te doen, dus ik denk dat ik hier gewoon mijn eerste staartje al ga maken. En ik maak hem zo strak mogelijk, dus zo vaak mogelijk het elastiekje eromheen. Nu moet dit staartje even naar voren, want nu pakken we de volgende. En dat doe je door gewoon weer haar vanaf de zijkant te pakken aan beide kanten. En ik ga hem dan ietsje uit het midden doen, want ik wil hem iets meer deze kant op hebben. En ik kam hem ondertussen goed door, dat hij zo glad mogelijk is zonder lussen. Trek hem even aan dat hij goed strak zit. Nu heb ik dus twee staartjes boven elkaar gemaakt. En wat ik nu ga doen, ik ga de bovenste ga ik opsplitsen. Deze trek ik ook nog even aan, zit iets te los. En ik splits hem in tweeën. En hij gaat onder die andere staart door, dus die doe je omhoog. En deze komt hier erbij. Maar ik ga er ook nog haar vanaf de zijkant bij pakken. En ook aan deze kant. Nu heb ik natuurlijk deze staart weer, die zat hierboven. En nu ga ik deze staart opsplitsen. En nu doe ik de onderste weer omhoog. Nu komen die hier weer samen dus, maar ik pak weer haar van de zijkant er ook bij. Zo gaan we dus iedere keer weer door. Je splitst weer de bovenste en die gaat naar onder toe. Deze kun je ook even vastzetten mocht dat handig zijn. En hier pak je weer de pluk haar plus een nieuwe pluk. Nou, nu ben ik aan de onderkant gekomen en die zet ik ook vast. En dat doe ik een beetje aan de linkerkant, omdat ik hem natuurlijk asymmetrisch wil hebben. Ik vind het wel leuk als hij aan de ene kant over mijn schouder hangt. Ik trek hem weer goed aan. Ik heb nu deze even vastgezet, dat vond ik zelf het makkelijkste. Het wordt natuurlijk steeds meer haar. Nu gaan we eigenlijk op dezelfde manier door. Dus je gaat hem weer opsplitsen, weer vastzetten. Net zo lang tot je bij de punt bent aangekomen. Mocht je nu veel laagjes hebben, dan krijg je natuurlijk allemaal van die pieken eruit. Dan kun je ook wat eerder stoppen. Ligt er net aan ja, in hoeverre dat mogelijk is. Dat moet je even voor jezelf bepalen. Dat zie je snel genoeg. Als hij helemaal loslaat, dan zou ik zeggen, zet er gewoon elastiek in. Dan heb je gewoon een gedeelte wat ook staart is. In principe zou die zo al kunnen blijven. We gaan dit zo meteen nog helemaal uittrekken, dus die wordt groter. Maar op zich is dit al leuk met die staart zo. Maar goed, ik ga dan wel even door. Kijk hoe ver ik kan gaan.
aan de onderkant aangekomen, dus die laatste die zet ik gewoon helemaal vast. Zo. Ik vind dit zo wel, ja, dit is ver genoeg. Wat ik nu dus ga doen is alles uittrekken, want ik wil hem wat grover. Hij is nu heel strak vastgezet als het ware, maar het moet echt een wat grotere, ja, een wat grotere vlecht worden als het ware. Het is natuurlijk niet echt een vlecht, maar door hem uit te trekken gaat hij wel steeds meer op een vlecht lijken. Dus daar ga ik nu mee verder. En ik begin bovenin en ik ga hem gewoon voorzichtig uittrekken. En dit doe ik altijd op gevoel zonder spiegel. En zo meteen kijk ik even in de spiegel of ik alles groot genoeg vind of dat ik zie dat er nog wat meer gedaan moet worden. Maar ik adviseer je dit ook om gewoon met twee handen te doen, dus zonder dubbele spiegel. Eerst zorgen dat hij gewoon helemaal wat grover wordt. Dan kun je daarna nog even uitwerken. Weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie nou zelf een kapsel thuis uitproberen, laat het vooral even zien. Hè. Tag mij op de social media of stuur mij een privébericht op Facebook als je het niet meteen op internet wil zetten. Ik zie jullie kapsels heel erg graag. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mochten jullie vragen hebben of ideetjes, laat het vooral even weten. Reageer hieronder. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer met een nieuwe video. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg!